Vandaag in Op de Redactie volgen we onze Martin, zodat jij kan zien hoe een willekeurige dag van een puurredacteur eruit ziet. Dank je maar. En die dag van Martin zit dus bomvol met afspraken met supersterren, reizen, daar zijn we weer, pingpongen, hey. En het installeren van oude meuk. Heel hard er doorheen drukken. Hij zit ook al een soort van vast of zo. Maar zoals elke dag, begin je die met koffie. Gaan we even naar school? Ja. Gaan we naar school? Ga je veel leren vandaag? Ja. Oké dan. Zo, kinderen naar de crèche, vrouw naar de werk. Normaal ga ik altijd met het OV naar de redactie, maar aangezien iedereen besloot vandaag te gaan staken, pak ik de voiture. Lucas zit met hetzelfde probleem, heeft geen auto, dus die pikken we eerst even op. Yo. Een beetje verwaterde blauwe koffie. Wat zijn we? Daar zijn we. Jee. Goed, welkom achter mijn bureau. Ik ga jullie vandaag een dagje meenemen in wat we hier eigenlijk allemaal een beetje doen. Naast het spelen van spelletjes. Vandaag op de agenda staan het maken van het magazine. Vooral freelancers chasen die een artikel nog niet hebben opgestuurd. Hallo Simon Seidemans. Hallo. Vertel, wat heb je nodig? Castlevania. Oké. Dan ga ik die vraag even doorsturen. Oké, dankjewel. Cool. Dat is het. Oké, okay. Dankjewel. Hoi. Dan komt er straks Paradoos komt langs. Hij is een Fortnite-speler. Niet onverdienstelijk ook. Hij heeft volgens mij 226.000 abonnees op YouTube. Ketrekt, gast. Echt gewoon ketrekt. We gaan vanmiddag ook nog even naar Activision Blizzard. Even vragen hoe het nou ervoor staat met Call of Duty. Jij rijdt toch? Ja. Top. Oh, ja. En voor de rest nieuwstype met Lucas, toch? Wat is het belangrijkste nieuws van vandaag, Lucas? Cool State of Play zou vandaag kunnen worden aangekondigd. Met een trailer van Last of Us 2. Ja. En waarschijnlijk iets over Death Stranding erin. Want Kojima die zegt dat er morgen iets moet komen. Oké. Okay. Maar we weten niet, misschien met Japanse tijd en zo. Want de geruchten zeggen dat State of Play de 30ste zou komen. 30ste? Ja. Oké. Okay. Nice. Ja. Cool. Nou, we houden het allemaal voor je in de gaten. Dat is hier op de redactie. We zitten gewoon niet tussen. Wat? Mijn pakketje. Wat had je besteld? Een Retron 5 console. Daar kan marktplaats. Je op marktplaats. Ja, jij denkt dat hij niet gaat aankomen. Ja. Hij gaat komen. Je wordt volgens de tracking komt hij vandaag. Toch wel? Oh wacht, ik ben gewoon schil. Wat is dit? Ik kan gewoon niet kijken. Dit is de Retron 5 console. En het is een console waarmee je allemaal retro games kan spelen. Wat zien dan? Ja, ga ik doen toch? Oeh. Zo, hij heeft goed stoflopen happen bij de marktplaatsman. Er zit dus ook een controller bij. Hoppa. Wat een lelijk ding. Ugh. Maar gelukkig zitten er ook... Kan je gewoon oude controllers erop doen. SNES, NES, Sega, whatever. Oh. Ik was voorbereid, dus ik heb even vanochtend een berg SNES games uit mijn laag gehaald. Wat heb je? Even grabbelen. Ja. Star Wars? Street Fighter! Super Mario Kart. Hij werkt gewoon met HDMI? Ja. Gewoon HDMI. Controller werkt. Nice. Play. No card inserted. Heel hard er doorheen drukken. Hij zit ook al een soort van vast of zo. Oh jee. Heb je al wel geblazen? Doet hij het? Dat gaan we nu zien. Hey. Ja hoor! Wow, oké, dit ziet er een beetje weird uit. Dit is niet goed, hè? Dit is niet goed! Oh shit! Je shit werkt niet, man. Wow, oké. Okay. Andere game misschien. Ja, misschien dat ik hem ook moet updaten, hè? Want je kan een SD-kaartje erin doen. Okay. Firmware updaten, ja. Star Wars! Dope. Oftewel, we kunnen nu gewoon retro games spelen.
op dit ding, wat met HDMI kan worden aangesloten. En dat betekent dat we het kunnen streamen. Je kan Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, NES en dus ook Famicom, Super Nintendo, dus ook Japanse games. En Sega Mega Drive games, dus vet veel. Dus dope! Yes. Oké, kom maar aan. Die hadden we al. Ik hoop dat die enemy die ik net killde even lekker veel materials heeft. Voor ons speciale Fortnite World Cup nummer van Power Unlimited hebben we iemand uit de Fortnite scene uitgenodigd. Om meer te vertellen over... Juist, Fortnite. Kijk, vandaag te gast bij ons op de redactie is Rick. Misschien bekend, ken je wel van YouTube. Jij speelt onder de naam Perduce. Ja. Je hebt in een jaar heb je belachelijk veel abonnees verzameld. Ja. Want je bent een jaartje pas bezig, toch? Ja. Ja. Je zit nou op de 226.000. Ja, klopt. Je bent 18 jaar. Klopt ook. Heb je enig idee hoeveel mensen dat zijn die je volgen? Nee. Ja, 260.000, maar als ik het voor me zou zien, dan nee. Insane, hè? Ja, best wel. Ja. Ja, als je het ziet of zo en je gaat bijvoorbeeld het stadion vergelijken, dan is het wel eens van... Damn, dat is best wel veel. Ja. Klopt. En het is allemaal een beetje gekomen door Fortnite, neem ik aan. Ja. Ja, vooral wel, ja. A little longer than a few minutes later. Dat is awesome. Ik hoop dat het gaat lukken. Dit was Paradoos en nu volgende afspraak. Waar gaan we heen? Activision Blizzard gaan we heen. Kijk wat die jongens voor ons hebben. Dat is spullen pakken. En waar zitten ze? Amsterdam. Amstelveen. Altijd mooi Amstelveen. Komen we wel terug, toch? Ja, we komen wel. We komen wel terug. Okay. Komen we wel, man. Komen we wel, ja. Dus, kom jij nou mee thuis? Nou, eet smakelijk, hè. Doei. Dankjewel. Tot zo. De boel opnieuw indelen hier, dat kan natuurlijk niet, maar we moeten wel overal bovenaan liggen. Goed, we gaan even babbelen. Camera moet helaas uit, want het gaat over hele belangrijke dingen, toch? Ja. Misschien over Overwatch, want het zit in het Overwatch zaaltje. Kijk maar. Ja, oké, doei. Much later. Goed, dat was Activision. We zijn klaar, we zijn weer buiten. Dat was interessant, maar... Ik kan je niks vertellen over een of andere nieuwe game. Goed, we gaan weer terug naar kantoor. Ah, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Hey, ik kom net bij Activision vandaan. Oh, wat leuk. En als je gaat naar de social van Call of Duty. En wat zien we? Het is helemaal zwart. Ze zijn zwart gegaan. Dat heb ik aankomen, Lucas. Hij vast. Modern Warfare reboot? Maybe? Het zou zo kunnen. Ik weet het ook niet. Ja. Spannend! Ja. Dag. Gaan we gaan? Hoi! Ja, let's do it! Dag, zit erop. Goed, dit was mijn dag op de redactie. Zo ziet ongeveer een dag in het leven van een redacteur van de Power Limited eruit. Volgende week niet meer aan? Sorry, ik was even mijn dingen aan het typen. Ja, ik ben nog aan het werk. Misschien nog later een keer die van Lucas. Een dag in het leven van een Lucas. Ja, vond je dit nou tof? Laat even een reactie achter. Of een likeje. Of subscribe even op ons kanaal. Vind je hem ook tof? Dan weet je tenminste een beetje waarvoor we het doen. Tot de volgende. Doei!